Dag kijkers van Omroep Hulst. Als chauffeur op de buurtbus heb ik altijd hele mooie gesprekken met mensen die overal vandaan komen. Daarom breng ik met de buurtbus interessante gasten naar hun favoriete plek om hun verhaal te horen. Rijdt u met me mee? We zijn op weg naar Breskes, naar een heel bijzondere plek, het Killetje. Ik heb er nog nooit van gehoord, maar dat is de plek waar burgemeester Vermuur ons wil ontmoeten. Ik ben hartstikke benieuwd, dus we gaan het zien, hè? Goedemorgen. Dag mevrouw Vermuur. Dag, hallo. Hallo. Hi. Goeiedag. Welkom op de buurtbus. Dankjewel. Heel leuk om mee te rijden met de bus. Ja. En het Killetje. Waar is nou het Killetje? Ja, moeten we een heel klein stukje lopen. Oké. Aan de andere kant. Het is een beetje een verborgen stukje gemeentesluis. Oké. Dat wil ik jullie graag laten zien. Maar zullen we eerst nog even wat vragen stellen in de bus? Prima. Helemaal goed. Ik stap in. Oké. Nou, neem plaats. Ja. Dag burgemeester Vermuur, welkom op de buurtbus. Dankjewel Marco, leuk om een keer bij jullie te gast te zijn. Ja, vinden wij ook. We hebben afgesproken om te je en te jij, dus graag. Dan gaan we dat maar doen. Jij bent al eigenlijk heel lang burgemeester, hè, van Sluis, nu ook voor de tweede termijn op. Ja, 6 jaar. Hè? De Nestor eigenlijk van Zeeuws-Vlaanderen. Hè? Van Zeeuws-Vlaanderen wel, ja, zo vlug kan dat gaan. Ja, inderdaad. Ja. Maar voor we het over burgemeesterzaken gaan hebben, wil ik eigenlijk je een beetje beter leren kennen, als je dat goed vindt. Helemaal goed. Okay. Wat zijn je namen, voluit? Voluit, mijn doopnamen. Ik ben gedoopt. Mijn doopnamen zijn Margaretha Magdalena Dimfna. Oké. Okay. Dus ik kom uit de katholieke familie. Dat, dat hoor je dus ook wel terug in de doopnamen. Ja, en ja. Vermuur is ook de meisjesnaam? Vermuur is mijn meisjesnaam, maar ook de naam van mijn man. Het is Vermuur, Vermuur. Vermuur, Vermuur. Ja, wij zijn heel ver weg. Ja, dan gaan we echt honderden jaren terug. Familie van elkaar. Hebben we ook uitgezocht. Maar ja, hoe kan het zo zijn? Hè? Ja, heel toevallig. Ja. Vermuur, Vermuur. Oké. Okay. Waar ben je geboren? Ik ben geboren in het ziekenhuis in Goes. Dus ik ben een Zeeuw van geboorte. Ook opgegroeid in Zeeland. Mijn wieg, zeg maar, stond in Capelle. Gemeente Capelle. Tussen Capelle en Wemeldingen in. Ja, op een boerderij. Heb je broers, zussen? Ja, ik heb één broer en één zus. Die zijn allebei ouder. Mijn broer is 4 jaar ouder dan ik. En mijn zus is 3 jaar ouder. En we zijn heel, heel hecht. We komen regelmatig bij elkaar over de vloer bij verjaardagen. Of bij de kerst of dat soort bijzondere gelegenheden. Ja, dus. En die wonen ook in Zeeland? Die wonen in Zeeland, ja. Mijn broer woont nog dus op de boerderij waar ik opgegroeid ben, in Capelle. En dat is leuk om daar natuurlijk nog af en toe eens terug te komen. En mijn zus die woont in Tholen, dus die is ook in Zeeland gebleven. Oké. Ja. En je vader en je moeder? Die zijn alweer heel wat jaartjes terug overleden. Okay. Mijn ouders waren redelijk op leeftijd toen wij als kinderen geboren werden. Ze hebben elkaar vrij laat ontmoet, mijn ouders. Dan ben je natuurlijk toch al snel, zeker als je de jongste bent, heb je iets gemiddeld oudere ouders. En die zijn toch wel, mijn moeder is 76 jaar geworden en mijn vader is 89 geworden. Ja. Okay. Dus toch op zich, ja, 76 misschien een beetje jong. Maar 89 is natuurlijk toch een mooie leeftijd. Ja. En zij waren dus boer? Ja, zij woonden op boerderij. En niet zo'n grote boerderij. Een mengd bedrijf met akkerbouw en met vee. Hè. Dus met melkvee, rundvee, kalfjes. En ik was als kind, ik had het een buitenkind. Ik was heel graag buiten en overal heen. En daartoe, dat ben ik nog steeds heel graag, om overal naartoe te gaan. En ik heb daar echt van genoten, om een boerderij groot te worden. Ja. Oké. Okay. Jouw man is Vermuur dus ook. Is hij boer? Of, Hij is boer. Ja, toevallig. Toevallig. Ja, wij kennen elkaar dus totaal niet. En ik geloof, even kijken, ik was 17 toen ik hem voor het eerst ontmoette.
Onbekend voor mij. En hoe heet jij dan? en bleek dat hij ook Vermeer heet. En nooit van hoort, nooit gezien. Dus dat is wel heel bijzonder natuurlijk. Maar mijn man die heeft een akkerbouwbedrijf. Ja, okay. Wij hadden een boerderij. Toen wij getrouwd zijn we eerst een aantal jaren op het dorp gaan wonen in een woning. Zoals dat dan zo heet. Op Kapelle dan? Nee, dat was in Zeerhoek. Mijn man die komt uit Zeerhoek. Okay. Nieuwdorp, Zeerhoek, die kant. En zijn we in Zeerhoek gaan wonen. 5 jaar in de kern Zeerhoek gewoond. En toen op de boerderij terechtgekomen. Dat was toen ook een gemengd bedrijf. Met een stukje varkenshouderij en akkerbouw. En door de Westerschelde-tunnel is onze boerderij verplaatst. Hè? Dus de boerderij is verkocht. En we hebben een nieuwe boerderij opgericht in Oudelanden. En dat is volledig akkerbouw. En ook met een minicamping erbij. Dus een stukje recreatie erbij. En onze oudste zoon die woont samen met zijn vriendin op de boerderij. Inmiddels is ook fulltime boer. Ja. En je man, is die ook nog boer? Of? Mijn man, ik woon samen met mijn man in IJsendijken. En mijn man die is veelgebruiker van de Westerschelde-tunnel. Aha. Dus die gaat 's morgens na het ontbijt naar de boerderij toe. En die komt 's avonds weer terug. Ja. Okay, maar jullie wonen dus in Zeeuws-Vlaanderen? Ja, wij wonen in IJsendijken. Ja, alweer 6 jaar dus inmiddels. Oké. Okay. Ja. Je had het net even over kinderen. Hoeveel kinderen heb je? Wij hebben 3 kinderen. Een tweeling, een zoon en een dochter. Die zijn 30. Dus die zoon die woont op de boerderij. En onze dochter die woont in München, dat is een heel eind weg. Okay. Ja, die ging na de studie backpacken in Zuid-Amerika. En die kwam daar een leuke Duitse jongen tegen. Dus door de liefde is ze zo terechtgekomen in München. Okay. Ze werkt daar ook en ze woont ook midden in München. Hele andere omgeving dan Zeeland. Yeah. Ze komt nog regelmatig naar Nederland en naar Zeeland en haar vriendinnen die ze in Nederland heeft. Dus met de kerst was ze bijvoorbeeld ook in Zeeland. En dan hebben we nog een zoon, die is 28. En die woont in Heikezand. En die werkt ook. Heeft een vriendin. Dus ze hebben alle drie een partner. Ja. Oké. Okay. Ten slotte, Marga, wat is jouw favoriete nummer? Echt favoriete nummer? Kijk, ik vind de muziek van de jaren 70, jaren 80 heel mooi. Daar geniet ik van. Overigens ook de top 2000 bijvoorbeeld, hè, die elk jaar weer tussen kerst en oud en nieuw wordt. Die is heel gevarieerd. Ja, die is heel gevarieerd. Ik hou ook wel van gevarieerde muziek, hoor. Ik ben ook steeds meer klassieke muziek gaan waarderen. Mijn meest favoriete muziek is toch wel uit die tijd. Dus bijvoorbeeld U2, Fleetwood Mac, dat soort muziek. Ja. Okay, prima. We gaan eens bij het killetje kijken. Graag. Ja, oké. Okay. Mooi plekje. Ja, daar gaan we. The sea wants to kiss the golden shore. The sunlight warms your skin. Marga, ik dacht dat dit het killetje was, maar dat is het niet. Nee, het plekje wat ik je wil laten zien, dat is net aan de andere kant van de dijk, aan de kant van het water. Oké. Okay. En daar kom je niet zo heel makkelijk, of heel snel. Okay. Wel makkelijk, maar niet zo snel. Dan loop je daar natuurlijk. En wat is het? Ja, het is een stukje strand. En je hebt er een fietspad, maar de meeste fietsers gaan boven over de zeedijk. Ja. En je kunt er echt nog een stukje onder langs fietsen. En dat is een bankje. En dan heb je een mooi uitzicht. Als het laagwater is, of kun je er altijd zitten? Nee, je kunt er altijd wel goed zitten. Okay. Ja. Als ik fiets, dan maak ik daar nog alles gebruik van, om even te stoppen. Ja. Want jij bent een fanatieke fietser, hè? Ja, ik ben een redelijk fanatieke fietser. Een koersfiets? Ja. Koersfiets, maar ook wel de mountainbike. Oh, oké. Okay. Ja, fietsen vind ik heerlijk. Fietsen in het algemeen. Precies. Dan had ik eigenlijk wel op de fiets verwacht. Ja, het weer was toch iets minder. Stormy weather. Oh. Ja, ja. Daar dus. Nee, daar. Oh. Wat is dit dan trouwens? Dit is de inlaat. Er is heel veel over te doen geweest. Ja. Vooral bij de provincie en het waterschap. De inlaat voor waterdunen. Maar als ik het goed heb, komt hier dus zout water binnen. Hier komt zout water binnen, ja. En daar was natuurlijk veel over te doen. Ja, zeker. Ja. Oké, het is ook wel een mooie plek op zich. Ja, zeker een mooie plek. Zeker met al die palen.
Ja, en heb je het over de gemeente Sluis, dan heb je het natuurlijk over de kust, over het water, hè, het strand. Dat komt hier allemaal bij elkaar. En dat is je ziet de Noordzee, je ziet de Westerschelde. Dus het is eigenlijk een punt wat toch wel ook heel erg symbool staat, denk ik ook, voor wat Sluis betekent. En natuurlijk heeft Sluis een schitterend achterland. Ja. Daar ken ik ook een aantal plekjes waar ik zou zeggen van nou, daar moeten we zeker ook een keer heen. Maar dit plekje is toch wel uniek. Kijk, hier heb je een bankje. Ah, oké. Maar is dit dan, dit is het killetje? Dit is het killetje, ja. En wat betekent het killetje dan? Goh, dan vraag ik me wat. Het killetje, ja, dat is iets wat een gebied wat al heel lang zo heet. Het killetje voor de mensen uit Breskens is het killetje heel bekend. Hè? Het is ook een stukje strand hier waar veel Bresjaanders gebruik van maken. En wat ik heel mooi vind, je hebt hier strand. Maar al die palen, ja, het lijkt wel of ze een bepaalde vorm zijn neergelegd. Daar zal ik vast over na zijn gedacht. Want ze houden natuurlijk de krachtige stormen en het water tegen. Ze breken echt de golven. Maar ik vind het heel mooi hoe die palen zo zijn neergezet. En zoveel bij elkaar. Dat zie je eigenlijk bijna nergens. Okay. Je ziet natuurlijk veel meer van die paalhoofden. Maar dan zie je ze in een lange rij langs het strand. Maar hier staan ze zo. En aan deze kant, juist omdat het natuurlijk een punt is ter bescherming tegen de zee. Het is de overgang van de Noordzee naar de Westerschelde. En je ziet hier alle boten voorbij komen. Dat is ook een mooi punt. Ben je al burgemeester geweest? Nee, ik was wel al burgemeester voordat ik burgemeester in Sluis werd. Ja. Toen ben ik ruim 5 jaar burgemeester geweest in Brabant, Zuidoost-Brabant, gemeente Kranendonk. Met heel veel plezier daar burgemeester geweest. Maar ja, Zeeland bleef toch trekken. Ja. En toen kwam de vacature Sluis dus terug naar Zeeland. En voordat ik burgemeester werd, was ik jarenlang wethouder. Wethouder in de gemeente Borselen. En daar ben ik 10 jaar wethouder geweest, dus dat is ook best wel een hele tijd. Nou, heb jij als burgemeester in Sluis, heb jij ook het fenomeen kinderburgemeester, heb jij volgens mij ingevoerd, hè? Klopt, ja, klopt. Een jaar of 4 terug kwam ik op het idee van, ik hoorde het ook wel van andere collega's. Toen kwam dat een beetje op, dat zou toch heel leuk zijn voor Sluis om ook juist kinderen meer te betrekken bij datgene wat de gemeente allemaal doet. Want veel mensen kennen de gemeente denk ik alleen maar van paspoort en rijbewijs. En misschien eens een keer een vergunning of zo. Maar heel veel mensen staat de gemeente toch best wel ver van mensen vandaan. En dat is een manier om kinderen te betrekken bij alles wat de gemeente doet. En wat doet die burgemeester dan, de kinderburgemeester? De kinderburgemeester die is aanwezig bij verschillende officiële gelegenheden. Bijvoorbeeld de nieuwjaarsreceptie. Maar ook bijvoorbeeld bij de herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Bij de ontvangst van Sinterklaas. Maar daarnaast is heel die kinderraad met de kinderburgemeester ook... die agenderen bepaalde onderwerpen. Hebben met elkaar een gesprek over een onderwerp wat ze belangrijk vinden. Bijvoorbeeld pesten op school of de inrichting van een speeltuin. Of ik weet dat ze vaak een bezoekje brengen aan bijvoorbeeld de gemeente werken. Wat doet een buitendienst allemaal? Dus ze leren ook echt wel meer van wat doet de gemeente allemaal. Daar is het ook voor bedoeld, denk ik, hè? Zeker. Ja. Ja. Dus wie weet dat ooit zo'n kinderburgemeester later toch interesse toont om echt burgemeester te worden. Ja, dat zou natuurlijk mooi zijn. Marga, je had het net even over de tweede woningen. Waar Duitsers en zo zijn, ook anderen natuurlijk. Dat is wel een heikel punt, hè, een sluis, tweede woningen. Ja, dat is altijd, daar komen natuurlijk verschillende visies, verschillende beelden komen er dan voorbij. Hè, waarbij de een zegt, tweede woningen, dat is allemaal leuk en aardig, maar dan, wat betekent dat dan voor de beschikbaarheid van de permanente woningen? Hè, voor zeg maar, de jongeren die zich hier willen vestigen of een huis zoeken. En wat betekent het voor de betaalbaarheid? En ik denk dat tweede woningen op zich nog wel... minder discussie oproept, wat ik zo hoor in onze gemeenteraad. Maar wel het feit dat bijvoorbeeld woningen in dorpen
aangekocht worden en die permanent voor verschillende doelgroepen worden verhuurd. Windows wide, the curtains fly to catch the evening breeze. Without you here to keep me warm, believe I'd rather freeze. Believe I'd rather freeze. And how long can we walk that line between the sea and sand? How long can we bide our time for dreams we never planned? Het is inmiddels behoorlijk fris geworden op de dijk en we besluiten maar eens naar binnen te gaan in een strandtent. Genoeg keus daar in de gemeente Sluis. Ja, maar we zijn maar even naar binnen gegaan. Heerlijk, hè? Het was nog koud. Even een kopje koffie erbij. Ja, ja, precies. Ja. Jij bent in Zeeuws-Vlaanderen ook de kartrekker voor de kansenagenda. Wat houdt er nou in, de kansenagenda? Ja, de kansenagenda is eigenlijk voortgekomen uit het rapport Elke Regio Telt. En dat is een rapport van 3 toonaangevende adviesorganen aan ons kabinet. Die hebben 5 voorbeeldregio's in heel Nederland onderzocht. Waaronder Zeeuws-Vlaanderen is een van de 5 voorbeeldregio's. Als het gaat om leefbaarheid en voorzieningen. En ook hoe de Rijksoverheid, het systeem van onze Rijksoverheid, als het gaat om financiering van zaken die de leefbaarheid treffen, hoe dat zijn effect heeft op die 5 voorbeeldregio's. En zijn die willekeurig gekozen, die 5 voorbeeldregio's? Nou, toch niet. Het zijn 5 voorbeeldregio's waar zeg maar de brede welvaart, gemiddeld genomen, wat minder ontwikkeld is dan in de rest van het land. En noem dan eens een voorbeeld van wat er dan anders zou moeten bijvoorbeeld hier, of misschien ook straks wel gaat door middel van dit project. Nou ja, een voorbeeld zou kunnen zijn bijvoorbeeld de bekostiging van het schoolsysteem. Dat is nu voornamelijk gebaseerd op leerlingenaantal. Mm-hmm. En in dunbevolkte gebieden betekent dat je veel minder financiële middelen in het laatje krijgt. Maar dat gaat bijvoorbeeld ook om openbaar vervoer. Hè? Dat betekent dat in de Randstad, waar heel veel gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer, zij ook veel meer financiële middelen krijgen. En wij hier juist heel weinig, waardoor het eigenlijk jaar in jaar uit, langzamerhand, eigenlijk achteruit loopt. Okay. Bijvoorbeeld de kinderopvang is ook zoiets. Hè? We hebben natuurlijk met de grensregio in België. In België is kinderopvang nagenoeg gratis, in ons land niet. Door die grensverschillen zie je dat er een weglek is van kinderen naar België. En een deel daarvan komt dan weer terug, maar een groot deel ook niet. Mm-hmm. Waardoor dat zijn effect heeft op middelbare scholen, hè, basisscholen. En nou ja, dat zijn specifieke grensregio-effecten. En dus de opdracht aan het kabinet is ook wel gegeven, kijk naar die effecten. Breng dat ook beter in beeld. En kijk ook of je daar niet specifieke andere parameters zou moeten hanteren dan in een ander deel van het land. Dus niet iedereen is gelijk. Niet elke regio is gelijk in ons land. Maar betekent dat dan concreet bijvoorbeeld voor een school hier een andere basis ondergrens moet gaan gelden of een andere financieringsnorm? Ja, dan zit je direct aan de oplossingen te denken. Hè? Maar het is nu in beeld gebracht van let op, Rijksoverheid. Er zijn best wel grote verschillen in ons land op bepaalde elementen van de brede welvaart. Dus niet elke regio is gelijk. En kijk wat je daaraan kunt doen. En de opdracht aan onze regio is om een kansenagenda te maken van waar liggen nou die kansen? Wat zou naar ons idee anders moeten werken dan wat het nu werkt om ook hier dat welvaartsniveau zo hoog mogelijk te houden. Maar dat zou dus wel een oplossing kunnen zijn die in dat rapport komt, dat weer teruggaat naar het kabinet. Ja. En dan is het kabinet weer aan zet om ons daarbij te ondersteunen, te helpen. Ja. Moet ik het zo zien? Ja, ja, want het kabinet heeft dus eigenlijk ook de oproep gedaan, regio, ga met ons in gesprek. Er zijn ook mensen vanuit het ministerie die nu aan onze regio zijn gekoppeld. Dus die met ons samen dat gesprek voeren. En ook kijken van wat past dan bij de regio Zeeuws-Vlaanderen. Wat past dan in zo'n kansagenda? En het is ook aan onszelf, maar ook aan onderwijs, aan bedrijfsleven, aan allerlei sectoren die meedenken, de zorg. Om te zeggen, waar zouden wij dan behoefte aan hebben in ons gebied? En wanneer moet dat concreet zeg maar tot tot iets leiden, dat er echt wat gaat gebeuren? Ja, dit jaar zou dat helder moeten zijn. 2024. 2024.
En het kabinet, maar goed, we zitten nu natuurlijk even in een periode dat er nog geen nieuw kabinet is. Maar het vorige kabinet heeft zich in ieder geval uitgesproken dat ze daarmee aan de slag willen. Okay. En ondertussen zijn de ministeries, die gaan ook met ons in gesprek. Dus zij zeggen ook, wij wachten niet, want dat had ook gekund, op een nieuw kabinet. Wij gaan met jullie in gesprek, met Zeeuw-Vlaanderen. We komen hier naartoe. We hebben een vaste contactpersoon ook bij het ministerie die gesprekken voert. En ook aan die kansenagenda werkt. Ja, dus het gaat voort. Ja. In afwachting van de vorming van het nieuwe kabinet. Ik moest van je collega's, Erik van Meringboer en Ilona Jensen, nog vragen van hoe jij hun nu ervaart als samenwerkingspartner. Want ja, zij zijn een beetje de groentjes, ja. Zullen we het maar even noemen. Nou, terwijl jij de senior bent. Nou, ik denk dat de samenwerking in Zeeuw-Vlaanderen echt een boost heeft gekregen. Maar dat is in heel Zeeland wel, vind ik. Ja, het klinkt misschien vreemd, maar door de corona hebben we elkaar eigenlijk wel, maar niet alleen in bestuurlijk Zeeland, maar ook met allerlei andere partners, met bedrijfsleven, met andere overheden, hebben we elkaar in toenemende mate gevonden. Want dat was toch een hele spannende tijd, waarvan niemand precies wist hoe ontwikkelt zich dat. En ik heb nog nooit zoveel telefoonnummers toen in mijn telefoon gekregen dan in die tijd, omdat mensen toch verbinding wilden op een of andere manier. En dat zie je ook in Zeeuw-Vlaanderen en in de rest van Zeeland, dat een positieve impuls heeft gegeven aan de samenwerking. En ik denk dat de bewustwording er ook wel steeds meer is van ja, samen komen we veel verder. Dat is ook zo'n bekend spreekwoord, ja. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. En dat heeft iedereen wel heel goed op het netvlies. Mooi. Nogmaals, dankjewel. Graag gedaan. Kijkers van Omroep Hulst, ook u bedankt weer voor het kijken. Ik eindig altijd met de oproep, stap ook eens in die buurtbus, want dan zie je veel meer van de wereld dan wanneer je gewoon op de bank blijft zitten. En neem ook eens een kijkje in het westen van Zeeuws-Vlaanderen, want het is hier hartstikke mooi.